We kunnen hier toch niet zo blijven staan? U weet wat er met Pakjespiet is gebeurd. Ik ga een kijkje gaan nemen in de kluis. Ja, is dat niet gevaarlijk? Ja, dat weet ik niet, maar we kunnen haar toch niet zo aan haar lot overlaten. Blijf jij maar hier. Ik ga wel. Ik hoop maar dat alles snel weer in orde komt. Want nu sta ik hier maar te wachten. En ik haat wachten. Oh, weet je wat? Ik ga nog eens kijken door mijn droomkijker. Oh, kijk! Oh, de droom van Ryan. Oh nee, daar is ook al iemand in gevaar. Storm op zee! Oh, de boot kantelt hevig heen en weer. Oh, en er is iemand in het water gevallen. Snel, man overboord, we hebben een redder nodig. Oh. Oh, ik zie iets in de verte. Het is een hond. En die gaat superstoer de drenkeling redden. Dat zou ik niet durven, hoor. Oh. Kom op, sneller. Hij is aan het verdrinken. Is alles oké met Pakjespiet? En met de droompakjes? Ja hoor, ze is enkel over dit droompakje gestruikeld. Baf! Daar lag ze dan, op de grond. Maar gelukkig heeft ze zich geen pijn gedaan, hoor. Enkel een schrammetje of zo. Oh, wat een opluchting, zeg. Wat is het hier vandaag al spannend. Je gelooft nooit wat voor droom Ryan had. Er was storm op zee, maar gelukkig was er een reddingsmissie met een boot en een dappere hond. Reddingsmissie, boot, hond, Paw Patrol, de machtige film, vliegdekschip, hoofdkwartier. Maar dit is precies het droompakje dat ik van Pakjespiet heb gekregen. Kijk! En dat is inderdaad de reddende hond die ik in de droom van Ryan zag. Dit is Chase van Paw Patrol. Hebben jullie mij zitten afluisteren? Helemaal niet. Die Pakjespiet toch, die is gewoon de beste. Volgens mij ben ik toch de beste droompakjesvinder, hoor. Weet je dat wel zeker? Want als ik hier op de lijst kijk, zijn er nog heel veel droompakjes die nog niet gevonden zijn. Natuurlijk weet ik dat zeker. Ik vind droompakjes in een paar seconden als het moet. Maar jullie leiden me de hele tijd af. Weet je wat? Ik ga naar de keuken. Ik ga kijken of de koekjes uit mijn koekjesmachine al klaar zijn. En als ik terug ben, heb jij zeker en vast alle droompakjes gevonden. Dat is een goed idee, Uitvindpiet. Laat me hier maar alleen, dan kan ik in rust en stilte mijn droompakjes zoeken. Zo, nu Uitvindpiet en Pakjespiet weg zijn, kan ik tenminste dit supercoole Paw Patrol vliegdekschip testen. Wat een coole boot, nog veel cooler dan in Ryan's droom. Oh, er is weer storm op zee. Er is terug een man overboord gevallen. Maar geen probleem. Klaar voor lancering? De boot klapt open. Hohoho, dit is echt de stoerste reddingsboot ooit. En Chase wordt in zijn politieauto naar buiten gelanceerd als een raket. Hohoho. En wat als ik hierop druk? Yes! Hohoho. Zo! Wow! Hohoho. Oh, Ryan gaat niet weten wat hij ziet als hij dit pakje krijgt. Waarom word ik toch altijd gestoord als ik aan het spelen? Testen ben. Ja, wat is er? Ah, Sint. Of ik niet te veel aan het spelen ben. Nee, natuurlijk niet. Of ik bijna alle pakjes bij elkaar heb, want je wil bijna vertrekken. Natuurlijk. Oh-oh!